problemen bij de moslim-executieven. Die zijn ongeveer even oud als de organisatie zelf. Van bij haar ontstaan was die executieven, het orgaan dat alle moslims in dit land zou moeten vertegenwoordigen, was die eigenlijk verwikkeld in allerlei schandalen, interne afrekeningen, extremisme en salafisme. De vertegenwoordigers die bleken soms spionnen te zijn van buitenlandse regimes en altijd deloyaal tegenover ons land en onze cultuur. Maar al die toestanden bleken helaas onvoldoende motivatie voor de Vlaamse regering om hen de belangrijke bevoegdheden die ze hadden om die af te nemen. Van N-VA-minister Weitz mochten dus die buitenlandse spionnen en extremisten islamleerkrachten blijven aanstellen. Van u mochten ze erkenningsdossiers blijven indienen. Tot dan die moslim-executieve uiteindelijk haar erkenning verloor. En plots is daar nu een deus ex machina, een aantal mensen die een nieuwe VZW heeft opgericht. VZW die dan de moslim-executieve blijkbaar moet gaan vervangen, de Moslimraad. Een initiatief van de federale regering die nu dus zelf een orgaan opdringt aan de islam in dit land. Ja, waarbij eigenlijk de regeringen in dit land toegeven dat de moslims zelf niet in staat blijken om hun eigen vertegenwoordigers aan te duiden, want dat leidt telkens opnieuw naar extremisme en buitenlandse beïnvloeding. Maar ik vrees dat we van de regen in de drop gaan belanden, dat we van kwaad naar erger zullen gaan, want de moslimraad ja, die roept nu zelf bij moslims al weerstand op. En ik denk dus dat dit een doodgeboren kind zal zijn. En dus wil ik u vragen, minister, ja, hoe bent u betrokken bij die nieuwe manoeuvres waarbij nu vanuit de overheid een VZW wordt opgericht die de 800.000 moslims in dit land zouden moeten vertegenwoordigen, maar over geen enkele representativiteit beschikt? En vooral, hoe zal deze moslimraad minder extremistisch en minder problematisch zijn dan de moslim-executieven? Meneer minister, ja, u zegt dat de rol die de executieve of welk orgaan dan ook behoorlijk beperkt is, nogal marginaal is. Ja, dat is natuurlijk niet waar. Hè. De aanstelling van islamleerkrachten, onder meer inspectie op de lessen islam die hier in Vlaanderen gegeven worden, willen wij echt dat georganiseerd wordt door een executieve, door een orgaan dat vol zit met extremisten, met spionnen van buitenlandse regimes en dergelijke meer. Ik heb de indruk dat die moslimraad, ja, dat nu opnieuw de nieuwe reddingsboei wordt, waar het politieke regime, de minister van Quickenborne op kop, maar ook u als partijgenoot en hier bevoegd minister van Inburgering en Binnenlands Bestuur, dat u zich daaraan vastklampt en ten onrechte. En als ik dan verwijs naar al die problemen die er waren in het vorige orgaan met betrekking tot extremisme, salafisme en dergelijke meer, ja, dan zou ik aan u willen vragen, hoe zal u garanderen dat die nieuwe moslimraad, dat die de principes van onze democratische rechtsstaat, principes zoals het recht op geloofsafvalligheid, principes zoals het recht van vrouwen om de kleren te mogen dragen die ze willen, hoe zal u garanderen dat die nageleefd gaan worden? Hoe zal u afdwingen dat moslims in dit land zich aanpassen aan onze regels, aan onze normen en waarden en niet omgekeerd? Ja, minister, ik heb ook vertrouwen in u, want als er iemand de Koran met heel veel inlevingsvermogen kan herschrijven, dan bent u dat ongetwijfeld. Maar het probleem, collega's, is natuurlijk dat alle partijen in dit half rond, met uitzondering van het Vlaams Belang, blijven geloven in de maakbaarheid en de integreerbaarheid van de islam in dit land. En nochtans hebben de voorbije decennia bewezen dat dat ijdele hoop is. Miljoenen euro's belastinggeld is er al naar moskeeën gegaan en die moskeeën zijn daar niet gematigder door geworden. Ook in gesubsidieerde moskeeën werd al opgeroepen tot het slaan van ongehoorzame vrouwen, werd homohaat verspreid, werd reclame gemaakt voor dictator Erdogan enzovoort. Die erkende moskeeën zijn dus geen millimeter minder extreem dan de niet erkende. En dus ook deze nieuwe moslimraad die nu alweer sloten belastinggeld zal krijgen, zal niet leiden tot een gematigde islam. En dus hebben we niet meer islam nodig, maar wel één, de stopzetting van alle overheidssteun aan de islam. Twee, het verbod op buitenlandse financiering van moskeeën. En drie, de sluiting van alle moskeeën waar extremisme en deloyaliteit aan onze samenleving wordt gepredikt. Enkel dan kan de islamisering van Vlaanderen worden stopgezet in het belang van de autochtone Vlaming, maar ook in het belang van die mensen van vreemde origine die het wel goed voor hebben met onze samenleving.